Welkom bij de jaarlijkse of tweejaarlijkse snowboard vlogs. Ik zie er heel fucked uit. Wow. AP on me iced out, tennis chains iced out, whole pointers round my neck, looking like a lighthouse, nigga pipe. Ik heb jullie de reis naar hier bespaard, omdat het echt fucking saai is om dat te kijken, maar besef waar ik nu ben. Ah, die f***er wekker. Goedemorgen, het is 8 uur. What the fuck, what the fuck. De lift is hier en de piste is ook hier. Ik bedoel, de piste is naast ons hotel. What the fuck. Vandaag is dus de allereerste snowboarddag. Gisteren was ik heel fucked. Vandaag snowboarden. What the fuck? What the fuck? Nog para! Nice! Ja, die guy is dood, ja. Rip. Nog een leuke skivakantie, broeder. Arm gebroken, eerste dag. Peace. We gaan die hekken steen springen. Oh, die kerel zwaar op zijn bek. Ja, nee, alleen ik kan hem springen, vrienden. De volgende dag. Wow, ik zie er echt geweldig uit. Vandaag is de allereerste dag dat ik voor real ga vloggen. Gisteren had ik ook dingen gefilmd, maar het leek echt nergens op. Het was echt fucked. Ook al ben ik gisteren ook gaan snowboarden en heb ik gisteren ook al gekke dingen gedaan. Het was zo, man. Maar vandaag beginnen we echt. Ik ben echt fucked. Ik ben in Val Thorens en dit is het uitzicht uit mijn kamer. That is pretty nice. Ik ga nu douchen, dan gaan we eten. Dan gaan we snowboarden, maar ik heb nog een heel groot probleem. Ik weet niet of mensen dit probleem kennen, dat komt niet als veel voor, maar ik heb zo'n wonde aan mijn hiel. Dus daar bij mijn voet, zo, daar heb ik zo'n wonde en mijn sok is daar tegen gegroeid. En nu zit mijn sok vast aan die wonde, dus ik moet mijn sok daar aftrekken. Oké, ja, fuck die shit. Wat de kanker. Very, very nice. Yeah. Bakka, ik ben op de piste. Het is hier very pretty. Maar het geiste is, het is nu over 30 en ik heb net gezien dat ik mijn telefoon kwijt ben. Alweer. Ik weet niet waar mijn telefoon is. Ik hoop dat hij nog in het hotel ligt, want ik heb hem niet bij. Maar als hij weg is, dan ga ik waarschijnlijk... Nou, dat is fucked. Maar ik bedoel, het is very pretty hier. Woo! Very nice.
Maar als mijn telefoon weg is, dan is het echt oké. Oké, dus ja, mijn telefoon is inderdaad weg. Ik ben hem echt verloren. En ik ben hem niet eens hier verloren. Ik ben hem gewoon ervoor verloren. Ik denk dat ik hem verloren ben bij die steen. Ik ben het niet zeker. Ik denk dat hij uit mijn zak gevallen is of zo. En ik heb die jump al een paar keer gedaan. Mijn telefoon is weg. Zonder telefoon moet ik nog 6 dagen op reis. Ja. It's very nice. You laagschijtende. What the fuck? Little day. Ik ben fucked. De wc was ook fucked. Maar het is nog uit. Nu ga ik weer snowboarden, want ik ben 10 kilo lichter. 8 scheidacties. Hé, hey, er is hier aan 1 split. Crazy. En dan ga je heel fucked up is dat ik inderdaad mijn telefoon kwijt ben. Hij zag, ik weet niet waar hij is. Hij zag, ik denk dat ik hem heb laten liggen in het hotel, maar hij is hier niet. Maar ik dacht dan dat ik hem had laten vallen op de piste, omdat ik zo gevallen ben. Fucking hard in het begin. De piste is daar, zo. De piste begint daar, zo naast ons hotel. Echt fucking nice. En dan kan je zo naar beneden gaan. En ik doe dat vanmorgen zo. En ik vertrek daar en ik spring zo en ik val fucking hard. En ik denk dat ik mijn zak niet heb dacht dat mijn telefoon eruit gevallen is. Want hij staat nog aan en ik kan hem niet vinden met mijn fucking laptop. Deze shit is echt fucking nutteloos. Dit is fine my iPhone, maar ik heb hier niks aan. Ik bedoel, hoezo zou ik mijn fucking 4G laten aanstaan op fucking piste? Dit werkt alleen als je fucking 4G elke dag aanstaat. En kijk even hoeveel iPhones er ergens op de wereld liggen van mij. Ja, fucked. Ja, ik weet niet welke ik ga kopen, maar ik denk dat ik de X-school ga skippen. Of fuck de X, ik denk dat ik de 8 Plus ga kopen. Die iPhone ziet er wel nog nice uit. Ik ga zo naar de stad een apotheker zoeken en pillen kopen. Want ik ben stervende. Dus woe. Stabiel. Even voor de mensen die niet zo goed snappen hoe dat ik aan het vloggen ben in deze snowboard vlog serie ding. Jullie hebben net naar de eerste en de tweede dag gekeken van mijn reis. Waarom? Omdat ik de eerste dag zo een beetje moest inkomen en ik wou niet echt veel filmen de eerste dag. Maar het was wel een vlog, maar ik wou niet jullie opzetten met saaie beelden van ik die niet aan het snowboarden was. Dan... Het zijn snowboard vlogs, dus hoe de fuck kun je... Oké. Twee, waarschijnlijk snappen heel veel mensen niet... Why the fuck ben je nu thuis? Het zijn snowboard vlogs? Wow, hè? Ik heb dus alles op voorhand gefilmd. Omdat ik gisteren net om te editen daar, omdat ik dat niet kon uitgaan. En dan kon ik eigenlijk aan de avond niks doen. En dan moest ik heel de avond thuis zitten om video's te bewerken. Dus ik heb alles al gefilmd en ik heb alle beelden. Maar echt alles. Nu gewoon hier staan allemaal mapjes en dat is zo nice. Dus vanaf vandaag komt er elke dag rond 7 of 8 uur een vlog online. En vanaf morgen zijn het dan gewoon de dagen echt. En dan zijn het niet meer zo 2 dagen in. En ik hoor elke dag echt gewoon beter. Ik hoor elke dag gewoon... What the fuck? Ik ben terug van skireizen en het begint hier ineens te sneeuwen. What the fuck is going on here? Ik ben net terug van skireizen, ik wil geen sneeuw zien hier. Hallo! Zo zit er een beetje, moesten sommigen van jullie het niet begrijpen of snappen wat er allemaal aan het gebeuren was. Plus, mijn telefoon is 8 dag. Ja, ik heb een hele vakantie zonder telefoon. Het is echt aan het hagelen! Help! What the fuck? Ik weet niet of jullie... What the... Dit is hagel! Hè? Huh? Holy shit! What the fuck? Oké. Okay. Zo gaan spelen weer. Oké. Okay. Loopt daar een katje. Rip die kat. Dit is echt fucked.
Godverdomme, man. Dus deze waren een beetje gaan gebeuren in deze vlogs. De volgende zijn veel gestructureerder. Dus snap je? De eerste dag had ik er een beetje moeite mee. En de tweede dag ook. Maar bedoel, jullie hebben wel een vette video gezien, denk ik. Voor de eerste en de tweede dag snowboarden heb ik het niet slecht gedaan. Dus bedankt om te kijken naar deze vlog. Ik heb Dio niet beëindigd. Snap je? Ik ben ook gewoon vergeten een eindstukje te maken voor deze. Dus dat doe ik dan nu even. En ik heb het nu ook gewoon uitgelegd aan jullie. Bedankt om te kijken. Mijn naam is Acid. Tot de volgende keer. Bye! Lucky strike, Marlboro light, camo click, neem een puff. Ik ben lit, haal een hele slof.